En zo zijn de paarden dan in de laatste bocht met John Dekker. Die nog altijd met Bando daarvan de koers maakt. Maar die maakt op dit moment de galoppade. En dat betekent dat Discovery's Wish aan de buitenzijde de leiding probeert te overnemen. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. En het is Discovery's Wish die het commando heeft in het tweede spoor. Discovery's Wish is de leider. Uitgeschakeld nummer 9, galop nummer 9. De 9 Kibi de Cajon is eruit, maar Discovery's Wish die leidt nog altijd aan de binnenkant. Komt dan Kito Benno. Discovery's Wish en Kito Benno op haren te slagen. Too close to goal. Daarachter dan Seagulls aan die een machtige prestatie levert door nog naar een derde plaats te gaan. En daarachter dan Sir Devant. En daar is Dennis Minna opnieuw. Ook hij is zeer succesvol. Sowieso de stal van Bas Krebas vandaag. Goed hier in Aduard. Ze winnen hier de Enprom Energie Professionals Drachtenprijs. Mooi succes voor de familie Kloosterman. Want zij vochten deze Discovery Swiss zelf. Met een zesjarige donkerbruine ruin van Incredible Hulk uit Butterfly As. Toen zelf gevocht, nog altijd in hun eigendom. En dus getraind door Bas Krebas. Gereden door Dennis Minna. Kijk, en daar worden de feestelijke heden worden alvast gedaan door meneer Kloosterman. Want ja, winnen met je eigen Discovery's Wish die je zelf fokt is hartstikke leuk. Dan wordt er nog een mooie deken namens Enplon over de rug van Discovery's Wish gelegd. Dan worden de ereprijzen verdeeld onder de eigenaren. En dan loop ik even, dan maken we eerst even een foto. En dan gaan we even praten met Dennis, want hij moest vanuit de tweede band starten. En uiteindelijk moest hij achter Bando daarvan aan, maar uiteindelijk zat je bijna heel lang in de snoeker, zoals Martin dat altijd noemt. Want er moet wel ruimte komen. Ja, nou, er kwam ruimte en ik zag de division per bocht iets minder ging draven. Ik denk, nou moet ik net voor de bocht, moet ik even gas geven. Nou, dat pakt goed uit. Nou, heb ik nog wel last van John, daarom wordt het nog zo close to the finish. Kijk, als ik, dan hoef ik de laatste bocht niet het tweede spoor. Dan zal ik hem makkelijker winnen. Maar ja, het paard is ongelooflijk goed en vecht tot hij erbij neervalt. Vecht tot hij erbij neervalt en hij doet het heel goed over die lange afstanden. Hij gaat alle grasbanen af. Dat is wel de bedoeling, ja. En ook allemaal over de steersafstand. Nee, volgende keer heeft hij een amateurkoers. Kijk, dan weet u dat alvast, dames en heren. Kunt u alvast Discovery's Wish opschrijven. En wellicht dat dan ook met de amateur Fred Handelaar, die de meeste paarden rijdt voor de stal van Bas Krebas, dan gekozen wordt. Maar tot op heden doet Discovery's Wish het dus bijzonder goed op gras. En hij wint hier dan ook de Enpron Energie Professionals Drachtenprijs. Alle ereprijzen gaan mee naar de eigenaren. En ook richting Band gaan mooie prijzen voor Bas Krebas. Maken de volte. Stand by. En de start is gevallen in één keer goed. Als laatste begint Ulysse de Jodrey aan de klus. Als de deelnemers de eerste bocht gaan naderen. Dan is het aan de kop de nummer 1. Bando Davan. Bando Davan. Die leidt met een lengte of 9 voorsprong op het peloton. Op de tweede plaats is het Discovery's Wish, Kibi di Cajon is derde. Aan de buitenzijde dan Bolivia Charisma, die gevolgd wordt door Tarquin d'Elite. Twee lengte daarachter is het dan Sir Devant met Kito Beno, Zigalzin. En op achterstand staat dan Ulysse de Jodrey. Zo zijn de paarden voor de eerste maal in de rechterlijn voor de tribune. Met aan de kop op dit moment nog altijd de nummer 1, Bando Davan. Bando Davan heeft twee lengte voorsprong op de tweede plaats. Volgt dan Discovery's Wish, Bolivia Charisma, de buitenzijde van Kibi de Cajon. Deze paarden worden dan gevolgd door Tarquin d'Elite. En daarachter is het dan niemand minder dan Sir Devant, die gevolgd wordt door Kito Beno op 3 lengte Zigalzin. En een lengte of 10 daarachter volgt dan Ulysse de Jodrey. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Bando Davan leidt nog altijd. Heeft een lengte voorsprong op de tweede plaats, Discovery's Wish. Zo gaan de paarden dan weer de linkerbocht in. Op de derde plaats daarachter volgt dan Kibi di Cajon. Aan de buitenzijde van Kibi di Cajon is het dan Bolivia Charisma. Die wordt gevolgd door Tarquin d'Elite. En zo zijn de paarden halverwege de bocht. Daarachter is het dan Sir Devant
Bernal met Quito Benol op 3 lengte Sigonza. En vele lengte daarachter volgt dan nog Ulysse de Jodrem. Paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog 2 rondes te gaan. En het is nog altijd Bando Davan die leidt. Heeft een lengtevoorsprong op dit moment. Met op de 2e plaats daarachter dan Discovery Swish. Derde positie is voor Kibi Di Kayon. En achter Kibi Di Kayon volgt dan op de 4e plaats de nummer 2 Bolivia Charisma. Gevolgd door Taken de Elite. En achter Taken de Elite is het dan aan de buitenzijde Sire Devant. En die wordt gevolgd door Quito Beno. En bijna is er alweer aansluiting voor Zigalza. Paarden zijn aan de overzijde van de baan. Met nog altijd diezelfde leider vanuit het eerste band. Bando Davan en John Dekker hebben een volle lengte voorsprong. Met op de 2e plaats Discovery Swish. Op 1,5 lengte volgt dan Kibi Di Kayon op de 3e plaats. Zo gaan de paarden dan de linkerbocht weer opzoeken. Sire Devant die volgt. Taken de Elite doet dat ook. En daarachter is het dan Quito Beno met Sigalza. En ook zien we dat Bolivia Charisma wat heeft moeten lossen. Die ligt nu aan de staart van het veld en de deelnemers zijn halverwege de linkerbocht. Op weg naar de rechterlijn voor de tribune controleert Bando Davan nog altijd de koers onder John Dekker. En die heeft een 2-tal lengtevoorsprong op de concurrentie. Paarden komen zo dadelijk weer langs de dijk. John Dekker kijkt eens achterom. Zo dadelijk bij het passeren van de finish nog 1 volle ronde te gaan. En dan is het nog altijd die Bando Davan die leidt met Discovery Swish op de 2e plaats. Sire Devant doemt op. In het 2e spoor is nu gedeeld 2e. Daarachter op de 4e plaats dan Kibi Di Kayon. Die krijgt een aansporing aan de binnenkant. Volgt daarachter Quito Beno. Dan is het Taken de Elite en Zigelza. En zo zijn de deelnemers dan door de bocht. Vergeet dan de nummer 2 Bolivia Charisma. En ook Ulysse de Jodrey die zal vleugels moeten aanmeten om dichterbij te kunnen komen. Halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Bando Davan leidt nog altijd. Bando Davan met een lengtevoorsprong op Discovery Swish. Aan de buitenzijde komt Sire Devant. Aan de binnenzijde ligt Quito Beno. Die is ook een plaatje opgeschoven. Daarachter is het dan Kibi Di Kayon met Zigelza en Taken de Elite. En zo zijn de paarden dan in de laatste bocht met John Dekker. Die nog altijd met Bando Davan de koers maakt. Maar die maakt op dit moment de galoppade. En dat betekent dat Discovery Swish aan de buitenzijde de leiding probeert over te nemen. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. En het is Discovery Swish die het commando heeft in het 2e spoor. Discovery Swish is de leider. Uitgeschakeld nummer 9, galop nummer 9. De 9 Kibi Di Kayon is eruit. Maar Discovery Swish die leidt nog altijd aan de binnenkant. Komt dan Quito Beno. Discovery Swish en Quito Beno op haren te slagen. Too close to call. Daarachter dan Sigonza die een machtige prestatie levert door nog naar een 3e plaats te gaan. En daarachter dan Sire Devant.